Nou, ik heb uitgelegd dat de regeling voor het gebruik van dienstauto's dat die uh, niet goed is gebruikt, dat er privéritten zijn uh, gemaakt en er is gereden naar niet qq-nevenfuncties uh, door burgemeester uh, Weerwind in vijf jaar van 2017 tot 2021. Dat is uh, feitelijk vastgesteld bij de voorbereiding van het jaarverslag integriteit 2022. Is dat onderzoek uh, geweest um, en wij konden niet anders. Daar, daar, dan daar transparant melding van maken en de feiten gewoon uitleggen aan de uh, aan de gemeenteraad. En dat heb ik vanavond gedaan. Er zijn dus te veel privékilometers gemaakt. Hoe kan het dat dat nu pas aan het licht komt? Nou, er is een groter onderzoek in Almere gedaan naar het gebruik van dienstvervoer in brede zin, ook bijvoorbeeld van de stadsreiniging, en daar hoorden deze dienstauto's bij. En toen is dat uh, aan het licht gekomen. En ik heb ook gezegd, ik vind het echt zelf heel vervelend dat de controlemechanismen niet goed hebben gefunctioneerd in die vijf jaar. Dat betreur ik ook. We hebben dat aangepast, daar hebben we de controles aangepast, we hebben ook de regeling dienstautogebruik uh, aangepast. Maar dat is de weg. Ik kan alleen maar de feiten benoemen. Welke gevolgen heeft dit? Nou, ik heb de feiten, uh, feiten uh, benoemd. We hebben ook een melding gedaan aan de, aan de Belastingdienst over de feiten die we hebben uh, geconstateerd. En dat is onze taak. En we hebben het besproken met, uh, met de Raad. En dat is wat ik erover kan zeggen.